Hier is Sneeuwwitje. In de Panamahaven ligt een Grieks vrachtschip, de Knossos. Aan boord bevindt zich een paar duizend kilo cocaïne. Slaap wel, slaap zacht. Hier is Sneeuwwitje. Hier is Sneeuwwitje. In de Panamahaven ligt een Grieks vrachtschip, de Knossos. Hier is Sneeuwwitje. Heeft gebeld? Ik wil iemand spreken. Binnen toch? Heel grappig. Rechercheur Roberto Amati. Zit tegenwoordig bij Unit 13. Bel hem op en zeg hem dat Koos wil dat hij komt. Ach, een vriendje bij de politie? Jij denkt dat hij zomaar hier komt? Wordt er nog gebeld? Of heb je liever dat mijn advocaat eerst met je baas belt? We gaan bellen, als wij denken dat hij wakker is. Oké? Okay? Nu is het weer jouw beurt. Ik hoor wel van je. Dag. Nee. Nee, het gaat allemaal goed. Nog een paar uur, dan hebben we rendezvous. Nee. Ik zie nog niks. Het is misgegaan met Armet of een Nijst. We weten niet waar ze zitten of wat ze hebben gedaan. Ouders, alles goed in de gaten. En als je iets vreemds ziet, dan wil ik het horen. Doe dus niets voordat je me gebeld hebt. Begrepen? Hi. Hey. Kan je even goeiedag zeggen voordat je weggaat? Weggaat? Waar naartoe? Je vliegt toch naar Jakarta? Nee, dat is morgen. Dat is morgen pas. Nou, dan ga ik maar weer. Kom jij maar eens even binnen. Jij kan vast wel een sterke kop koffie gebruiken. Nee, niks nieuws. Het blok is leeg. Dan gaan we het blok vergroten. Kijk maar door aan de buurt.
Falcon Crest. This is Coast Guard 03, over. Wat is er? Niks. Dat soort antwoorden moet je nooit aan een vrouw geven. Vrouwelijke intuïtie. Vertel het me nou maar. Oké. Een vriend van me heeft een probleem. Wat voor probleem? Er is ooit iets gebeurd en daardoor weet hij iets over die ander. Dat heeft hij aan zijn psychiater verteld en die heeft dat weer doorgekletst. Wat is er dan gebeurd? Wil je het niet vertellen? Nee. Ja. Maakt het uit, hè. Er was een ongeluk lang geleden. En daar had jouw vriend iets mee te maken? En daar wordt hij gechanteerd. En nou weet hij niet wat hij moet doen. Waarom vertelt hij het niet gewoon? Hij is bang. Bang voor de gevolgen. Kan hij er iets aan doen? Hij zelf? Weinig. Open kaart spelen is altijd het beste. Denk je? Vrouwelijke intuïtie. Roberto, er is voor je gebeld. Koos Vechting wil je spreken. Koos Vechting? Ja, van het Huis van Bewaringen. Ik weet het ook niet. Meneer. Vanochtend vroeg. Harry. Moet je geen koffie? Ook goedemorgen. Harry, nu. Dus je weet het? Ik heb iets gehoord, ja. Ben, alsjeblieft, zeg. Jij weet toch wel hoe het voelt? Ja, ik weet hoe het voelt. Ik heb geschopt, geslagen, gezopen, gehuild. Maar als het op aankwam, wist ik mij te beheersen. Daarom zit ik hier nog. Dat kan jij straks niet zeggen. Wat? Wat dacht je nou? Dat je een soort privéoorlog kunt beginnen? Escada des doods? Denk je dat we dat hier pikken? Daar heb je niet bij stilgestaan, hè? Daar heb ik wel bij stilgestaan. Maar het kon me geen reet schelen. Die klootzak moest gewoon dood. En dat ik daarna geen werk meer had, of dat ik gepakt zou worden, of zelf dood zou gaan. Het interesseerde mij geen fuck. Ik heb niks meer, Ben. Niemand. Diegene die ik had, die is dood. Dus wat kan mij die klotebaard nog schelen? En zo heb jij je nooit gevoeld, hè? Goedemiddag, zegt het maar. Roberto Amati, 113. Oké. Roberto, alles goed? Met mij wel. En met jou minder, begrijp ik. Dit kon niet, Roberto. Het is tot nu toe altijd goed gegaan. Wie controleerde nou een sportclubje? Nee, dat is geluld. Jij bent de enige die ik vertrouw. Omdat ik in je organisatie heb gewerkt, ja? Daar was je nogal blij mee.
omdat je de enige smeris was die ik niet kon kopen. En u? Het stinkt, Roberto. Ik heb al met een officier gesproken in Schalkwijk, maar die nam me niet erg serieus. Ik weet dat jij zult luisteren. Je kent Skilla. Nee, laat ik anders beginnen. We zijn met z'n vieren in Nederland. Vier grote jongens. Eén daarvan is Skilla. De drie anderen worden steeds gepakt en steeds met grote hoeveelheden. Skilla? Skilla wandelt overal rustig tussendoor. En als er al iets van ze gepakt wordt, dan is het peanuts. Liggen ze echt niet wakker van. Dus? Verdomme, Nederland is groot genoeg voor ons vieren. We hoeven elkaar niet te naaien. Maar het gebeurt wel. En eentje loopt er steeds lachend weg. En hoe weet jij dit? Als er constant partijen weggetipt worden. Niet alleen van mij, maar ook van die twee anderen. Dan ga ik op onderzoek uit, Roberto. Ze zitten aan mijn centjes. Ik heb daar portie aan die leveringen. En wat moet ik daarmee? Van alle partijen die gepakt zijn, heb ik de processen verbaal. Vraag me niet hoe ik eraan kom. In alle gevallen, let goed op, Roberto. In alle gevallen kwam de tip van één CID. Dus waar die actie ook was, in de havens van Rotterdam, Schiphol, IJmuiden, Bokkeneukenveen voor mijn part, steeds was er een procesverbaal van de CID van meer landen. Topinformatie. Die jongens hebben daar een gouden tipgever die alles weet. Meer landen. Meer landen tipt de hele Nederlandse politie over iedereen, behalve over Skilla. Wil jij zeggen dat die jongens fout zijn? Dat hoor je mij niet zeggen. Ik weet alleen dat als ze het niet zijn, dat ze dan gebruikt worden door Skilla. Skilla bestaat niet meer. Nee. Nou, jij weer. Gaat hij weer? Uitstekend. Ben, jij gaat met mij en Adrienne mee naar de marine. Is het schip gevonden? Nog niet, maar het komt nog wel. Ik hoop alleen maar dat het niet te laat is. Maar daar wil ik op dit moment niet over nadenken. Hé, hey, waar is Amati? Oh, dus naar de gevangenis. Koos Vechting wilde hem spreken. Hé. Hey. Koos Vechting vroeg speciaal naar Amati? Ze kennen elkaar. Amati heeft voor hem gewerkt. Undercover. Heeft een half jaar in die organisatie gezeten. En dan vraagt hij nu speciaal Amati om naar die gevangenis te komen? En dat is niet Link. In de gevangenis zullen ze hem niks doen, maar ja, misschien dat ze hem buiten opwachten. Harry, ga hem achterna en hou hem een beetje in de gaten voor de zekerheid, ja? En het schip? Kunnen we nu toch niks aan doen? Dat is nu voor de marine. Zodra het gevonden is, dan hoor je dat van me. Kinky, ik wil dat jij hier blijft als centrale contactpersoon. Niet goed? Van Dalen zit op dat schip. Sorry, het spijt me, Kinky, maar het is echt beter dat je hier blijft. Ga je mee, Ben? Is lullig, maar beter zo. De situatie is als volgt. We hebben hier een P3 Orion vliegtuig in de lucht hangen met als patrouillegebied het hier rood omlijnde gebied en met als taak het lokaliseren en identificeren van het doelschip.
Zodra hij dat gevonden heeft, zullen we dat melden aan Ops BDZ in Den Haag. In de hoop dat we het groene licht krijgen om in te grijpen en tot aanhouding over te gaan. Om dat op een snelle en adequate wijze te doen, hebben we de juiste middelen nodig. En om die te kunnen kiezen, heb ik informatie van u nodig. Mag ik het licht aan hebben? Wat kunt u mij vertellen omtrent deze zaak verder? Onze informatie komt van twee bronnen. De Belgische defensiespecialist Nijst en de bevestiging van de CIA. Het gaat om een serie kernkoppen die in de haven van IJmuiden vanuit de vrachtwagen is overgeladen op een schip. Dat schip is vertrokken in zuidelijke richting. Naar we aannemen voor een rendezvous met een ander schip op zee. En u kent die organisatie die erachter zit? Deze organisatie is op zijn minst verantwoordelijk voor de dood van een rechter. Een bomaanslag op een politiebureau en nog veel meer moordaanslagen. Oké, goed. Mag ik even de lijst met beschikbare middelen hebben? Alsjeblieft, kolonel. Dan hebben we de vergale die ligt binnen, dus die kunnen we goed gebruiken. Vraag maar of de commandant van de vergale langs wil komen voor een briefing. En de Vanesse en de Van Spijk die zitten op zee. Geef maar aan die twee door dat ze tot nader orde binnen de 10 mijl van hun huidige positie stand-by blijven. En dan neem ik aan dat u in Den Helder blijft totdat het toelschip gelokaliseerd is. Graag. Hey, gaat het? Mama is weg, hè? Ja, Maxine komt toch. Ben je bang? Nee hoor. Kom hier zitten. Ik wou dat er iemand was. Nou, ik ben het toch? Waar keek je net naar? Kinky, hè? Het was een foto van Kinky, toch? Als Maxine er is, ga dan naar hem toe. Ik hoorde van mama dat hij alleen op de iemand is. Ja, oké. Hou je mond nou maar weer, hè? Ik kijk wel. Nee. Wat doe jij hier? Omgekeerde wereld, hè? Nu loop ik achter jou aan. Wat doe je hier? Heb jij gelul tegen Govers? Ik? Kom je daar nou bij? Omdat ik vanmorgen de wind van voren kreeg. Ik mag blij zijn dat ik er nog niet uitgetrapt ben. Ik zeg je zelf al dat je een klootzak bent. Daar heb ik Benny voor nodig. En dat dacht ik ook. En heeft Fitty gebeld? En jij kreeg de wind van voren? Dat was alles? Ja, dat vond ik ook als een vreemd. En dan kom jij helemaal hier naartoe om me dat te vertellen? Tasma was bezorgd om je. En ik dacht, je wordt vast niet vermoord in de gevangenis. Nee, lijkt me ook leuk. Dus heb ik je met hem laten praten. Ja. Hij heeft hier de videoopname en stuurt het door naar de bunker. Kustwacht of marine. Waarschijnlijk op een milieuvlucht. Of geen olie is geloosd. Nou, ze maken een rondje boven ons. Ja, dat doen ze wel vaker. Heb je al gezwaaid? Dus als het klopt, is er iets heel vreemds aan de hand. Alle tips van grote drugsvangsten die komen van één persoon. En die ons iets killen. Nog steeds. Meerlanden heeft al een slechte naam. Ze zullen toch niet weer aan het klooien zijn? Delta-affaire.
En de enige kop die toen gerold is, is die van een collega van CID Meerlanden. Meerlanden? Mm-hmm. Toeval, hè? Hij woont nu in Almere. En het is waarschijnlijk een heel pissig ventje nu. En pissige ventjes willen heus wel wat vertellen. Waarom vertrouw je het niet? Jij bent daar ter plaatse. Jij hebt overzicht. Als je niet vertrouwt, draai dan om. Ga naar het noorden. Blijf daar een poosje. Dan kom je er snel genoeg achter of ze jou moeten hebben of iemand anders. Goed? We hebben bevestiging, kolonel. Dit is het juiste schip. Goed, dan lijkt het me nu het juiste moment om Den Haag te bellen. En wil jij de commandant van de Vergalen nog even vragen om langs te komen voor een laatste briefing? Kom voor elkaar, kolonel. Kan niet, Roberto. Het is onmogelijk dat één informant alles weet van alle grote jongens in heel Nederland. Of dat één CID informant heeft bij alle drugsorganisaties. Dat ben ik met je eens. Zal die Koos in de zijk nemen? Nee. Waarom zou die? Dat wil ik niet eens weten. Sorry, ik ben niet geïnteresseerd. Regisseurs, unit 13. Wat er in Meerlanden gebeurt, dat klopt niet. Dan ben je de enige die daar zo over denkt. Kom verder. Mevrouw, mijn heren, de orders vanuit Den Haag zijn binnen, dus we kunnen aan de rit. De inzet zal zijn als volgt. De Van Galen met het team van de Korps Mariniers aan boord, een mijnenjager achter de hand en de Van Spijk en de Van Es eveneens achterhand voor eventuele assistentie. Ik neem aan dat u meegaat aan boord? Ja, graag. Goed, ja, want we hebben een officier van justitie nodig voor de formele aanhouding. Nou, wens ik u veel succes. Wat weet jij bijvoorbeeld van de IRT-affaire? Ik? Niks meer dan dat er in de krant stond. Politie voert drugs in, de sapman, dat soort dingen. Ja, precies. Niemand weet er het fijne van. Maar jij weet er wel het fijne van. Waarom denk jij dat ik hier thuis zit? CID Meerlanden is toch een hele fijne club? Nou, ik dacht dat jij alleen wist wat je in de krant had gelezen. Ik weet alles. Maar ik heb een riante afkoopsom gehad, dus ik hou mijn mond dicht. Onze hele CID Meerlanden is vervangen. Er zitten allemaal nieuwe jongens. Heel capabele collega's. Heel loyaal aan de uitvoerende macht. Ken je Skilla? Ken jij een katholiek die Johannes Paulus II heet? CID Meerlanden, jullie dus, hebben jarenlang de Nederlandse korpsen overspoeld met tips. Allemaal van grote drugstransporten. Allemaal goed. Ja, het waren goede tips. Het zijn goede tips. Wat nog steeds? Nieuwe tips? Kennelijk. Koos Vechting? Is opgepakt. Wat was er met CID Meerlanden? Hadden jullie nou zulke goede informanten? Het was er maar één. Eén tipgever die alles wist. Informatie, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zoveel wist. En alles goed. Wie is die tipgever? Dat weet ik niet. We gingen ervan uit dat het een vrouw was. Maar de stem klonk erg mechanisch, dus daar kan mee gekloot zijn. Ze meldde zich altijd met een code.
Die code, dat is het enige waar ik om heb moeten glimlachen tijdens de hele affaire. Maar alles wat ze wist, klopte. Dus je hebt haar nooit gezien? Nee. Alles ging telefonisch. Vraag me niet hoe het zit, ik snap er ook geen snars van. Maar ze wist alles. Wat was er motief? Kreeg ze geld van jullie? Was het wraak? Kreeg ze iets terug? Ik heb geen idee. Ze was er ineens. Opdracht van hoge hand. Ze meldt zich met die en die code. Als je dat hoort, geen vragen stellen, niet moeilijk doen, blij zijn met wat je krijgt. Je kreeg van bovenaf een informant toegespeeld? Van wie? Ik heb het niet gevraagd. Blij zijn met wat je krijgt. En toch hebben ze je weggewerkt. Ja. Nieuwsgierigheid is soms een slechte eigenschap, collega. Maar als een procureur-generaal zich voor een paar miljoen laat afkopen, dan moet er voor een simpele rechercheur toch ook wat overblijven. Vandaar die dure inrichting. Je hebt je pensioen veiliggesteld. Heel veilig. Dit is de informant. Doe ermee wat je wil. Ik heb er nog meer. Dank je wel. Maar wees voorzichtig. Dit gaat zo hoog. En een paar rechercheurs meer of minder, daar zitten ze niet mee. Dat weet ik zeker. Wat is er met je? Waarom kom je niet binnen? Een beetje frisse lucht. Is er wat? Ben je zeeziek? Een beetje, ja. Kom zo. Mij heeft Ben geen zeebenen. Ik heb me ook wel eens beter gevoeld. Spanning? Ik hoop zo dat het goed gaat. Van Dalen is levensgevaarlijk, maar wat zou die hier tegen moeten beginnen? Die zijn groot. Die laten zich niet verrassen. Waar ben je bang voor? Ik weet het niet. Ik wou dat het voorbij was. Dan wisten we hoe het afgelopen was. Van Dalen is het begin. Als we die te pakken hebben, dan trekken we de hele boel achterover. Als we hem te pakken krijgen. Inspecteur Lobes. Niks, inspecteur. Maar nog wel in dienst, tegen alle verwachtingen in. Waar is Talsma? Ik wil hem bedanken. Ze zijn allemaal bezig met een actie. Oh, het is altijd hetzelfde liedje. Hollen of stilstaan. Intussen heeft het de korpsleiding verheugd mij een passende functie aan te bieden. Dat wil zeggen dat ik tijdelijk ter algehele ondersteuning word toegevoegd aan unit 13. En niet wordt ontslagen, dan wel de WAO in wordt geschopt. En dat dankzij mijn oude vijand Talsma. Zijn ze allemaal aan het doen? Ze zitten achter Van Dalen. Commandant, mijn heren, Harmeister van Galen is aangewezen om in opdracht van het ministerie van Justitie de navolgende missie uit te voeren. Op de eerste plaats aanhouden van motorschip Challenger. Op de tweede plaats het confisceren van haar lading en op de derde plaats het arresteren van haar bemanning. We moeten ervoor uitgaan dat de bemanning zich kan verzetten. Dat betekent dat geweld niet is uitgesloten. Het gaat hier dus om een opposed boarding. Momenteel varen wij met koers 280 maximale vaart richting de Challenger. We verwachten haar over 2 uur te onderscheppen. Zijn hierover vragen? Commandant? Ja,
Laat de WD het kanon en de 20 mm in de hoogste graad van paraatheid brengen. Begrepen? Het is einde briefing op je post. Commandant, de officier van justitie is aan boord. Ja, commandant, dankjewel. Onze opdracht is duidelijk. Zodra we bij het schip zijn, zullen we het sommeren te stoppen. We zetten ons mariniersteam aan boord. Die zullen de zaak bevriezen, zodat u aan boord kunt gaan om de officiële aanhouding te verrichten. Heeft u het al eerder meegemaakt? Niet op deze manier, nee. Nou, er kan vrij weinig fout gaan. U kunt hier wachten. Zodra we het schip zien, krijgt u van ons een seintje en dan verwacht ik u op de brug. Dank u wel. Tot zo. De man die wij het meeste haten, daar zitten ze nu achteraan. En wij zitten hier. Ik mocht niet mee. Klootzak. Talsma heeft gelijk. Jij bent een analist. Je kan niet tegenwerken onder stress. Oh. En dit is geen stress? Hij deed het om je tegen jezelf te beschermen. Hij heeft jullie vermoord. Hij heeft mijn leven verwoest. Charlie Wild Victor van Galen. This is Coast Guard Sierra 3 radio check over. Orion, zeg het maar. This is Coast Guard Sierra 3. Target visual, standby on top. On top. Now. Ja, bedankt. We hebben hem. This is Coast Guard Sierra 3. Assigned to alligator over. Zien, Reading. Je ziet er goed uit, meisje. U ook. Ik ben blij dat u er weer bent. Ik ook. Kan ik jou spreken? Nu. Ja? Ja, is goed. Ik weet het gewoon niet meer. Ik heb tegen mijn moeder gezegd dat ze door moest werken, terwijl ik doodsbang ben. Maar waarom zeg je dat dan niet gewoon tegen haar? Ze wou toch stoppen? Ik weet niet. Dat ik soms dingen zeg die ik helemaal niet wil. En Jessie? Jessie is nog een kind, hoe moet zij dat nou snappen? Kan je niet? Durf je niet tegen haar te zeggen? Ben je bang hoe ze zou reageren? Ik durf niet tegen jou te zeggen. Ik ben bang hoe jij zou reageren. Ik ben verliefd op je. Ja, ik weet dat het moeilijk is, maar wil je er in ieder geval over nadenken? Ik heb hier ook met jullie gestaan, net zo. Niet zo lang geleden. Het is niet moeilijk, het is geen kwestie van moeilijk. Ik kan het gewoon met jou zien. Steeds jullie voor me. Hoe zaten te praten? Hoe ze daar lag. Hoe ze dood ging. En iets anders, daar denk ik gewoon niet aan. En dat ligt niet aan jou, dat ligt aan mij. Inspecteur. U gaat toch niet zeggen dat u hem mee had naar ons, hè? Nee, jullie zitten opgescheept met een kreupel oude man. Hij komt bij ons ter ondersteuning. Nou, gefeliciteerd. Dank je. Het had slechter gekund.
Jezus, Kinkie, wat zie jij er eigenlijk uit? Wat is er? Virus in je computer of zo? Jij bent ook een wonder van tact, hè, jongen. Hier, dat is een bandje met een stem. Ik wil weten wie dat is. En snel, een beetje. Mm-hmm. Ik snap het. Kijk wat je kunt doen. Probeer daar in godsnaam weg te komen. Volgens mij gaat het verkeerd. Ik heb zin om de hele zooi op te blazen. Verdomme! 3 jaar! 3 jaar voorbereiding! Jeremy al gesproken. Ja, wat denk je? Hij is dus duivels. Hoe lang hebben we nog? Misschien een paar minuten, misschien een paar uur. Weet ik veel hoe snel zo'n schip gaat. Ze hebben geen schijn van kans om het spul nog aan land te krijgen. Dump ze. Wat? Gooi alles overboord. En later, als de kust veilig is, laten we alles wel opduiken. Commandant, ze gooien spullen overboord. Op 708, plot markeren. Aan de bunker melden wat er gebeurt. En ik denk dat we mijn jager nodig zullen hebben. Zo geven, commandant. Centrale hier de brug. Plot markeren. Je weet toch hoop ik wel waar we zijn nu, hè? Ja, maak je niet druk. Ik heb het. Geef me die coördinaat. Meegerond. Ik weet het niet. Het is opgenomen bij een CID. CID Meerlanden, goedemorgen. Hier is Sneeuwwitje. Vanavond komt in de containerhaven van Amsterdam een Italiaans vrachtschip aan. Via Colombia. Het schip heet de Carlo Coloni. Aan boord diverse containers met vruchtensappen. Kijkt u daar maar eens in. Slaap wel. Slaap zacht. Sneeuwwitje. Leuk gevonden? Hier is Sneeuwwitje. Vanavond komt in de containerhaven van Amsterdam een Italiaans vrachtschip aan. Via Colombia. Het schip heet de Carlo Coloni. Ja, ik heb het. Denk je dat je wegkomt? Doe voorzichtig. Dit hebben we in ieder geval. In ieder geval? Dit is waar het om gaat. De rest interesseert me niet. Motorschip Challenger, dit is het Nederlands marineschip, de Hare Majesteits van Galen. U dient te stoppen. Over. Het gaat verkeerd. Stoppen. Ben je gek? Gewoon doorvaren. Wat denk je dat ze kunnen doen? Nou? Doorvaren. Commandant, zo te zien reageert hij niet. Motorschip Challenger, u dient zich te conformeren aan de door ons op te geven opdrachten. Zo niet, dan zijn wij genoodzaakt geweld tegen u te gebruiken. We zijn niet echt onder de indruk. Of 708, gewoon staan een greep laten maken voor schot voor de boeg. Dat is begrepen, man. Centraal hier de brug. Greep maken voor schot voor de boeg. Roger, dat is begrepen, commandant. We zullen greep maken schot voor de boeg. Alvo, Elvio, in het P-gun. In het P-gun. Toren bij. Motorschip Challenger, dit is de Hare Majesteits van Galen. Als u niet direct koers 200 vaart 4 knopen gaat voorliggen, zal ik een schot voor de boeg uitvoeren. Ik draai nu mijn kanon in. Hé, wat doe je nou? Ja, ik weet wanneer ik moet stoppen. Als jij niet doorvaart, dan schiet ik je kop eraf.
Coulant zijn gereed voor schot voor de boeg. Is begrepen. Schot voor de boeg uitvoeren. Is begrepen. Centrale in de brug. Schot voor de boeg uitvoeren. Is begrepen. All clear. Turret correct. Commandant Elvio. All clear. Turret correct. Request captain approved. Captain approved. Captain approved. Begrepen. Captain approved. Alfo Elvio. 3 graden HE vuur openen. 3 graden HE vuur openen. Het mariniersteam kan nu aan boord gaan. Hier is Sneeuwwitje. Vanavond komt in de containerhaven van Amsterdam. Harry, Roberto, ik heb het. Kiki, als dat zo is. Er zat een geluid tussen en dat was van een kat. Toen ik dat had, toch had ik de stem ook. Ja, ja, ik snap het helemaal. Hier is Sneeuwwitje. Ik ken die stem toch? Ik ook. In de het proces. Schipper, Garon. Italiaans vrachtschip aan. Koffie!
Adrien Rieding, officier van justitie. Bij deze wordt u alle aangehouden en voorgeleid. U wordt overgebracht naar het andere schip en dan aan land gebracht naar het politiebureau. Meneer Van Dalen, iedereen hier wordt aangehouden wegens diefstal van nucleair materiaal. Maar u wordt tevens aangehouden voor 2 gevallen van moord. Geweldig bedankt. Ja, buiten wat jullie gepresteerd hebben. Het is echt ongelooflijk. Ja. Jo, ja. Wanneer geven wij een persconferentie? Zullen we even wachten tot we de kernkoppen boven water hebben? Uitstekend. Jij doet het woord? Ja, waarom niet? Jij wordt toch wel PG. Daar gaat hij. Zijn die jongen gedaan? Nee, ik neem een taxi en ik ga naar huis. Gefeliciteerd. Dank je. En ik mag jullie ook geluk wensen namens de beide ministers. Ze willen graag zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. En de lading komt ook boven water, heb ik begrepen. Daar gaan ze naar zoeken. Fantastisch. En een prachtige samenwerking tussen politie, justitie en de Koninklijke Marine. Ik ben een gelukkig mens. We zijn er nog lang niet. Herruard, stugge Fries, laat je toch eens gaan. Tot nog toe is het niet van alleen een dakje gegaan. En verwacht geen wonderen van vandaan. Het is van later zorg. Ik verwacht jullie morgenochtend voor de evaluatie. Ik zweer het. Ik krijg geen hoofd van die man. Nou, je bent niet de enige. Ik zie jullie straks. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar... Fetty is bij me thuis geweest. Wat? Ja, niet binnen aan de voordeur. Ik weet bij God niet hoe hij er aan komt, maar hij heeft... Het dossier van mijn psychiater. Hij weet alles. Alles wat ik verteld heb op die sessies, wat er die nacht gebeurd is. Niet alleen wat mezelf betreft. Hij weet ook alles wat ik over jou vertel. We moeten stoppen. Anders maakt hij ons kapot.